Als jullie nu naar mij kijken, moet je eigenlijk je hoofd 180 graden draaien en dan zie je de kust van Turkije, ongeveer 5 kilometer verderop. Daar vertrekken de boten 's nachts en die komen hier 's ochtends aan. En overal langs de kust zie je die stapels reddingsvesten die achterblijven nadat de mensen van boord zijn gegaan. Hechting in zijn hoofd, het bloedt een beetje, maar dat komt wel in orde. Als je nu om je heen kijkt, op die kant op, dan zie je nog een auto staan. Daar wordt de buitenboordmotor opgeladen. Nemen Grieken mee. En de boot, als je die kant weer opdraait, dan zie je de boot die is nu lek geprikt. Dat is de bedoeling altijd. Dan kunnen ze niet worden teruggestuurd. Ja, er is verder weinig controle. Er wordt niemand tegengehouden. Je kunt varen wat je wil vanaf Turkije naar Griekenland. En je komt dus alleen soms in de handen van Israëlische hulpverleners als Syriër of als Irakees. Well, we're not in mood to do like this. Please, excuse me. Well, yeah, you're happy you're here now, I think. Well, we're happy we are in peace and we get it. We just do it. You're afraid that something might happen? Somebody dropped from the boat. I wasn't afraid for myself. I was afraid for my two kids and my wife. She's pregnant and that was my fear. I see like Israeli help here. Usually the Israelis are not good friends with the Arab world. What do you think about that? It's a very controversial issue and very complicated. I'm not in place to explain about these issues. I just came from like... But also Israeli help is good for you now. Well, no comments. Met deze mensen aan de hand? Hij heeft zichzelf in zijn vinger gesneden, flinke snee in zijn duim. En hij is daar een beetje vasovagaal van, zoals dat dan heet. Dus een beetje shockerig. Dus we laten hem even liggen. Hij heeft wat pijnstillers gekregen en we wachten gewoon even rustig af tot hij zelf weer opkrabbelt. Ja, je ziet wel, hij is best wel bleek, hè? Ja, en zij?
En zij is zwanger een aantal weken en ze spuugt alles uit. Dus we krijgen er eigenlijk geen vocht in. En nu heeft ze het koud, niet omdat ze onderkoeld is, maar puur omdat zij ook onder, eigenlijk een beetje uitgedroogd is op dit moment. My name is Ahmed, and I'm from Afghanistan. I'm 17 years old. I'm tired of war. Everybody does. Everybody does. I'm tired of war, and we don't want to such a life like this. And tonight we move to Aten, and after that we maybe go to Hungary and move from other borders. So I know it's hard, but we have no choices. We have to do it. We have to take risks. Doesn't matter what.